Beste kijkeraars, dit is de derde aflevering die ik ga maken samen met Jörg Glismann over een interview wat Kevin Annett heeft gehouden met Ella Ster, de Nederlandse journaliste, onderzoeksjournaliste. En Jörg is op die film gestuurd op internet. En Jörg is er vanavond dus bij, hij heeft tijd van ons. Hartelijk welkom, Jörg. Dankjewel dat jij bent. Ja, bedankt Perry dat je mij terug hebt uitgenodigd. En ik vind het leuk om eens een keer een video met jou terug te maken. Dat is nu de derde in deze serie. Maar we hebben al heel veel andere video's samen gedaan. En ik denk dat we in de toekomst nog een paar dingen zullen gaan doen. Ik hoop het, ja. Zoals ik zeg, de laatste tijd vind ik jouw video's van kwaliteit zoveel beter als vroeger. Wat daarmee samenhangt dat je een veel klaardere geest hebt. Ja. En we weten allebei wat dat dan ligt. Ja. We hebben niet genoeg thee gedronken in die tijd, ja. Nee, ik ben dus blij dat we op deze manier nu bijeen kunnen gaan komen. Maar zoals ik al gisteren gezegd heb van kijk, eigenlijk ben ik de gast en jij bent de gastheer. Dus ik moet minder praten en jij moet dat eigenlijk veel meer overnemen. Maar we zullen een keer zien waar het naartoe uitgroeit en wat we allemaal gaan doen. We gaan dus vandaag in deze film beginnen hier. Kevin Annett en Ella Ster over Paus Bergoglio en nazi's en Nederlandse royals en European Pedophile Network. En we zijn gestopt de laatste keer bij rond 35 minuten, zoals je hier kunt zien op mijn nieuwe player. En dat is dus hier de Zandvoortzaak die daar begon in Nederland. De meeste mensen kennen Zandvoort waarschijnlijk alleen maar van Formule 1 circuit. Maar hier hebben we het dus over pedofiliezaak in Nederlanden. Ja, daar kan ik wel even iets meer over vertellen. Want die Zandvoortzaak die is aan het licht gekomen in 1998. En daar heb ik mij een aantal jaren geleden erg mee bezig gehouden. En dat betrof iemand en die had een aantal computers in zijn appartement. Waarop je, we heet dat ook alweer, iets van een bulletin board of zo. En dan kon je inbellen, dat is allemaal best wel archaïsch, dat is voor internet. En dan kon je inbellen, met had er een batterij modem staan. En dan kon je de viezigheid downloaden, betaald natuurlijk. Dus dan heb je, dat betaalmechanisme werkte via die telefoonlijnen. En daar is een Gerry Oerig, heette die man, met het appartement. En er was dan een andere jongen bij betrokken, een jongere man. En die heeft gewerkt als schandknaap. Maar die is in die business gebleven toen hij ouder werd. Toen kon hij zelf niet meer zoveel geld verdienen. Dat is een beetje een merkwaardige rol die die man gespeeld heeft. Dat heb ik allemaal gevolgd en daar heb ik ook op mijn site, perry7.nl, een aantal artikelen over geschreven. Misschien dat ik daar wat linkjes onder deze uitzending ook ga plaatsen, zodat je dat kan lezen. Dat is niet gesproken, maar is geschreven woord. Nou, dat wilde ik nog even kwijt over die Zandvoort-affaire. Ga maar door, Jörg. Ja, ik had mijn micro juist uitgeschakeld om een keer te zeggen, ik kan eens een keer naar jouw website surfen, hier perry7.nl. Het kan zijn dat ik onderhoud aan het doen ben hoor, want ik werk de hele tijd aan die server. Blijkbaar zegt hem hier dat het nogal lang duurt om te laden, dus kunnen we misschien later een keer op terug gaan, weet ik niet. Kun je van bij jou eens een keer gaan checken, of dat we erop kunnen gaan of wacht even, er komt wat binnen, ik zie dat er wat komt. Ah ja, hier komt, Oh nee, hij zegt niet bereikbaar. De site is niet bereikbaar. Nee, het zou kunnen, want ik ben bezig hier. Oké. Misschien straks nog een keer, dan kunnen we die site eens een keer gaan laten zien. Dit hier, by the way, voor de mensen die het vragen, is mijn Reddit-site. Dat is de enige, quote-unquote, social media aan die ik meedoe, omdat je via deze site van Reddit je video's kunt gaan delen. En je ziet, ik deel hier alles mogelijke wat ik zelf oplaad, wat andere mensen opladen, wat ik interessant vind. Hier bijvoorbeeld ook van Jonathan Edwards, schitterend. Daar heb ik me weer wat werk opgeladen om te lezen in Engels. Een protestantse priester uit de 18e eeuw. Die schitterende sermons, dus predikten gehouden heeft en zo. En dus dat is mijn Reddit-dingen. En daar kun je mij natuurlijk op bezoeken. Daar kun je een duim op hoog geven of een duim omlaag op die video's die ik hiermee deel. Die van mij zijn of die van anderen zijn en die ik dan deel op dit netwerk. Ondertussen heb ik hier 6 volgers of zo. Maar je weet bij Reddit weet je niet wie je volgt, dus je kunt die mensen niet contacteren, maar je hebt wel de mogelijkheid om via e-mail in contact te treden met die mensen. Hier is een e-mail ding en dan kun je zien als ik dan een keer open doe, gewoon de mensen een keer te laten zien. Das tut eben just. Hier bijvoorbeeld heeft iemand een e-mail aan mij gestuurd met een paar vragen. Daar heb ik ook een antwoord op gedaan. Hier heeft een andere op mijn post gereplied. Dus daar kun je in feite ook met mensen uitwisselen over dingen. Dat is wel eens een keer interessant. Ja. Dat is wat anders als Facebook en zo van die dingen. Want Facebook en zo van die dingen moet ik allemaal niet hebben. Mm-hmm. Ja, dat is hersenspoelerij, eerlijk gezegd. Daar moet ik niks van weten. Maar Reddit vind ik dus in feite schoon, omdat je gelijk vroeger Google, op Google Plus video's kunt delen en mensen dat ook kunnen gaan zien en dan daarop kunnen commentaar afgeven of dergelijke dingen meer. Ja, ja. Maar goed, oké, daar gaat het niet over. Het gaat over die film van Ella Ster en Kevin Annett. En we zijn bij de laatste 15 minuten en Terry zal ons eventjes onderbreken als hij een commentaar heeft op dat wat nu nog gezegd wordt. Ja. Veel kijk en luister. Ja, plezier weet ik niet of dat ik dat moet zeggen, want plezier is het niet om dat aan te horen. Maar het mag ook niet in de taboehoek verdwijnen. En daarom doen we dit hier ook. Daarom doen we dit hier ook. En straks hebben we sowieso nog een interessante nabespreking. Dus maar nu gaan we eerst eens een keer verder zien. Ja. So there's all these connections. So nobody was prosecuted. And despite the fact that photos of two victims were found in the Zandvoort files. But the media and the Justice Department said the abuse did not take place. It's a matter of mass hysteria and a conspiracy theory. And the parent... So there's a common system at work here, in other words. The same thing happens, the same cover-up. It's a routine. It's organized. Yes, it is organized. There's so many people involved in this. And it even goes further, and this is another pattern that we see more often. The parents that kept insisting that the children were abused, they were sued for libel and slander and were fined. They had to pay a fine of 15,000 guilders. Which was enough to ruin an average family. Ja, hier moet ik eventjes een keer onderbreken. Wat Stella dus, of Ella, sorry, wat Ella nu zegt. Ja, Stella, ik denk altijd aan de Belgische bier, hè? Ja. Hier bij Leuven. Nee, wat Ella nu zegt is dus in feite wat ik al verleden uitzending en die uitzending daarvoor ook gezegd heb. De Romeins-Katholieke Kerk draait de rollen om. Ja? Zij maken de daders de slachtoffers en de slachtoffers de daders. Ja. Hier moeten daadwerkelijk de slachtoffers of diegenen die het aan het licht willen gaan brengen, boetes betalen voor slander. Dus bij wijze van spreken voor misbruik maken van de naam, smaad en dergelijke dingen meer. Wat dus absoluut belachelijk is. Maar dat wordt dan in de kranten breed getreden. Mm-hmm. En uiteindelijk vormen die mensen zich op basis van die mening die in de propaganda media gemaakt wordt, daarop vormen die mensen zich hun mening en gaan in dat opzicht dan altijd zeggen van, ach, dat is allemaal zo gelijk in de kranten staat en niet gelijk dat de mensen beweren of eerst beweerd hebben dat het is. Ja, dat helemaal. Roughly in the same year, another school, a primary school, Tamboerijn in Assen, which is just very close to this previous school. 50 children were abused. The abuse took place in the basement. The teacher was convicted, 240 hours of compulsory community service. We think this case is also linked to other abuse and murder cases, and we suspect that this basement was used for child traffickers. I wanted to ask you too, Ella. Mm-hmm. One of the things Anne Marie van Blijenburgh mentioned was her husband, Kees van Kurler, was a member of this mafia group, Drangheta, or what they call the Octopus. He said to her that they were getting the children through Queen Beatrix, that she would authorize children to be brought from youth detention centers, and then they'd be used in these hunting parties where they were then killed. Have you come across that kind of role connection in the people you've been talking to? Not in these cases. But I think this is that's another level, because the children that were abused in these schools were used for the child pornography, and so they were mostly not killed. So it's almost like you have two worlds, different levels. But it's interesting that in one of the cases, like in Emma Compaskum, apparently a journalist had done some extensive research and she ended up She was stopped at a certain point. She said, I cannot go any further than this because it's because of the interest of the state or national security. And the name that was mentioned was Salomonson, the attorney of Queen Beatrix. And this name keeps popping up together with Prince Claus, that were both involved in these pedophile networks and violent sex with minors. Now, we've got about 10 minutes left, and I want you to have you back to go into a lot more of the details of the research you've done, which is voluminous. But I wanted to ask you, that because people have been sending me emails saying, talk about alternatives, since the courts are obviously part of the problem and the government. There have been attempts not only by the ITCCS but other groups to look at this outside the legal system. Do you have any ideas of how citizens can take action themselves to stop these things and at least document and expose it more? Well, I think there's still a lot of exposing to do, because there's so many people that are not... They have a hard time to believe this because it's so grotesque and it's so massive and large scale and organized. So, I think there still needs to be education of the masses, because if you set up your own courts, well, you need large numbers. But I was also thinking of another solution that might work is we need more whistleblowers, because right now the Dutch justice system is in a lockdown and they all protect each other at a certain level, and it's not safe for insiders or whistleblowers or victims to come forward. So what if other countries protect witnesses from abroad and put them in a witness protection program? If, there are these cases involved, and so, because you need a couple of insiders that want to expose this stuff, and then everything can start rolling. So, well, we've found, it's good you're saying this, because we found that, for example, with the Vatican, just yesterday, yet another Jesuit archbishop resigned. And he's in Lithuanian, a guy called Leonas Virbalas. He's the Archbishop of Kaunas in Lithuania, appointed by Bergoglio, another Jesuit. He steps down for health reasons. So, these guys are beginning to fall. And the more that happens, the more people realize, it's safe to come forward and talk about this stuff now. And that's why there's this enormous faction fight going on at the high level of the Vatican now. So with that atmosphere, I think it's possible now for these citizen courts, tribunals to get off the ground more. There's more legitimacy to it than there was when we started it first 9 years ago. Yeah, and I think that if a few prominent whistleblowers step forward, then you will also see that from the inside things will begin to shift. And then people have to make a choice, like, on which side do I want to be? Because it's no longer business as usual. These people have been gotten away with the worst crimes for years and years. And it's connected to the political top. Politicians are blackmailed with compromising photographs of participating in pedophile parties. And so you need a few people to sort of stir up the pot and say, okay, now we have a different era now. And there is a large group of people worldwide who want to end this ridiculous system. And because everyone deep down inside knows that this is really wrong. And I think there are so many people who want to step out of it or step forward that do not feel safe to do so. But somebody who's now willing to step forward could also be some sort of hero for at least bringing this forward and breaking it open. So, well, it's interesting. I think when the Dutroux case was going on, wasn't there huge demonstrations in Belgium or in the Netherlands? Like tens of thousands of people objected to the shutting down. Hundreds of thousands of people. Yeah, that's amazing. Yes, it was called the White March, Marche Blanche. Yeah, people were really, really upset, and the country almost broke, was almost torn apart. And I think what was interesting, I read in this article in Die Welt which was related to these topics, to the Dutroux case, but also this international pedophile network, that 80% of Belgian people do not believe they have been told the truth in the Dutroux case. So people know that they've been lied to. Right. And I think that the Netherlands has not yet that awareness. People are more sleepier, I feel. Well, you know, it's funny you say that, because we would be lucky in Canada or America to be able to get 50 or 100 people out to a protest about child trafficking and child abuse. There's fear around the whole issue. No one will respond. So for you to have several 100,000 people, that's amazing. And partly I think it's the European climate, political climate, but someone was wondering, they just sent me an email, why Belgium and Holland, why are these countries so rife with it, or is it everywhere, or is it particularly in those countries? Yeah, well, they say that it's that the Netherlands is sort of playing a key role in this, but let's not forget the sex scandals in Great Britain. Let's not forget the sex scandals in Portugal. And let's not forget that in the Dutroux case, children were abducted from Slovakia and Poland. I think this is an international network, and definitely, yeah, it's happening everywhere. But I happen to live in the Netherlands, so I'm exposing things that are going on right here. But if somebody else would do the same in Poland or Romania, you probably similar stories would come out. Exactly. Yeah. No, I agree with you. And we have to look at this in an international sense. I've got a few more minutes, 3 or 4 more minutes. Do you have, and I want you back soon, but could you talk about anything that you want to flag for people, like your website or things coming up or anything? Well, my website is ellaster.nl, and I don't really know. Well, we can talk in the future about the Robert M. case, which ties into what we just discussed, and also the failed attempt to convict the alleged pedophile Joris Demmink, which was the Secretary General of the Justice Department, and he played an important role as a gatekeeper. And it's an interesting case. He has been acquitted, I think, last year, but they tried to convict him for almost 19 years, and it's also related to the story of a political prisoner that's in a Dutch prison cell for over 22 years. We have a Nelson Mandela, but his name is Baybaşin. He's a Kurdish businessman, and it is all related to these stories and these cases. So there's much more to talk about in the future. Well, we will. And this Joris Demmink you're saying, actually he was named by Anne Marie van Blijenburgh as being at one of these human hunting parties just outside Brussels. And the area was cordoned off by Belgian troops. And, you know, so these, like you say, it's a very high organized state level, church level involvement. Ella, we're going to wrap up in a few minutes, so I want to thank you for being with us today, en we'll talk very soon, have you back on, so we can go into these other cases. Ja, okay, ik wil wel even reageren. Waar Ella het over ging hebben, dat was Joris Demmink. En even voor de kijkeraars. Joris Demmink was secretaris-generaal van het ministerie van Justitie hier in Nederland. Dat is de hoogste ambtenaar. En hij was een hele vreemde secretaris-generaal, want hij kwam 's morgens vroeg binnen via de achteringang. En dan was hij kennelijk op zijn kantoortje en aan het einde van de dag was hij weer weg. Een beetje een mistig figuur. En hij is betrapt dat hij met zijn dienstauto in Eindhoven was, in het Anne Frank-plantsoen. Wat toen een plek was waar schandknapen zich ophielden en hun diensten aanboden aan heren op leeftijd. Van Joris Demmink staat vast dat hij die schandknapen heeft bezocht. En volgens de Nederlandse wet is het een misdrijf als je met prostitutie bezig bent, waarbij de prostituant, of weet je, degene die ze... Prostituees. Ja, die prostituees onder de 18 zijn. Dus, prostitutie is toegestaan als degene die de dienst aanbiedt 18 jaar of ouder is. Ik zeg niet dat het van mij zo is, maar dat staat in de Nederlandse wet. Nou, en Joris Demmink die heeft seks gehad met prostituees onder de 18. Dat is de hoogste ambtenaar van justitie, waar die beschuldigingen over waren. Dat is een tijd lang in Nederland zo heel hoog van de toren geblazen. En toen is meneer Joris Demmink met pensioen gegaan en er kwam er nog een leuk groot feestje voor hem, een leuke receptie. En dat was het dan. En de man die destijds, die is dan nog lid van de partij voor 50 plus of zo. Die heeft zich daar nog mee bezig gehouden en die heeft geprobeerd om daar nog wat stof te doen opwaaien. En die hebben ze het zwijgen opgelegd. En die hoort er helemaal niks meer van. Terwijl die zaak nog helemaal open ligt, wat mij betreft hoor. En ik denk niet alleen wat jou betreft. Ja. Ik denk niet alleen wat jou betreft, er zijn nog veel andere mensen die daar waarschijnlijk mee bezig zijn. Maar mm-hmm. dat probleem is dus dat wij geen media hebben die de mensen aan de regering in het oog houden. Ja, klopt. Ik heb vroeger, als ik in school was, Perry, heb ik geleerd, we hebben een systeem en een democratie van een machtsverdeling. Mm-hmm. En daar zijn drie machten. Ja. En die zijn niet in één hand, maar die zijn verdeeld. Dat is de macht van de executieve, de judicatieve en de legislatieve. Ja. Dus de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de justitiemacht, de gerechtelijke macht. Mm-hmm. En daar is dan nog een vierde macht. En die moet over al deze andere drie machten waken. Mm-hmm. En dat is de media. Mm-hmm. Maar dat probleem is, de media waakt niet over deze drie andere machten. Nee. Die media bewaken deze andere drie machten. Ze beschermen deze andere drie machten tegen aanvallen van binnen of van buiten aan. Helemaal. En dat is juist het probleem in dat wij leven. Of die probleemwereld in die wij leven. En daarom gaan zoveel dingen in de doofpot gestookt worden. Ja. Kijk, bijvoorbeeld als we over Dutroux een keer bezig zijn. Dutroux zelf is één geval. Maar zijn vrouw, Michel Martin, is een ander geval. Mm-hmm. En weet jij hoe dat Michel Martin uit de gevangenis is gekomen? Nadat ze veroordeeld werd en voor zo'n zoveel jaren in de gevangenis. Weet je hoe dat is eruit gekomen? Nou, ik weet dat ze daarna in een klooster is beland. Maar... Ja, ze heeft zich bij wijze van spreken vrijwillig onderworpen mm-hmm. aan het katholisch kanonsrecht. Ja, ja. En heeft dus gezegd, ik onderwerp mij het Romeins-katholiek kanonsrecht en ik wil een klooster bijtreden. En ze is een klooster bijgetreden en dus met andere woorden is ze vrij gekomen. Omdat ze zich onder het Romeins-katholiek kanonsrecht stelt. Oh, dat probleem is, ja. En dat probleem is dat iedereen die zich onder dat recht stelt, zo openbaar, dus gelijk de hele klerus van de Romeins-Katholieke Kerk, ja. Dus begonnen van de decaan, over de priester, over de bisschop en allemaal, mm-hmm. die zijn allemaal door dat kanonsrecht beschermd. Omwille van dat, bisschop Mendel Creighton heeft gezegd, de Romeins-Katholieke Kerk is een staat. Ja. En deze staat heeft zijn eigen rechtssysteem. Ja. Hij heeft zijn eigen juridisch systeem. En dus gaat de Romeins-Katholieke Kerk niet toelaten dat hun leden van het civielrecht belangt worden. Ja. En als ik mij dus onder Romeins-Katholiek kanonsrecht stel, gelijk Michel Martin gedaan heeft, dan hebben dus de civiele ambtenaren, de civiele macht van dat land in dat je leeft, heeft geen justitie meer over jou. Nee. Ja? En als we daar nu toch al mee bezig zijn, heeft geen justitie over jou. We hebben juist deze video gezien met Kevin Annett, die hier aan het praten is. Mm-hmm. En Kevin Annett heeft jarenlang onderzoek gedaan naar kindsmisbruik, voornamelijk in de Verenigde Staten en vooral in Canada. Ja, hij heeft het vooral aangeklaagd ook wat er met de inheemse bevolking gedaan werd. Hoe dat ik zeg nu maar een keer een mankement van beter verwoording, mm-hmm. met de indianen van Canada, met de oerinwoners van Canada, wat daarmee gedaan werd, hoe daarmee omgegaan werd. Mm-hmm. En hoe die hun kinderen misbruikt werden. Ja. En worden, nog altijd. Uh-huh. Daarmee is zijn onderzoek begonnen. En hij heeft dan dat ITCCS opgericht. Uh-huh. Dat hebben we ja ook al gezien en gehoord in deze video. Uh-huh. Dat is dus het internationale tribunaal tegen de kerk om deze misbruik aan het licht te brengen. Ja, crimes of Church and State. Ja. Precies, ja. En hij is met heeft da eine Anklacht vorgemacht und ist mit dieser Anklacht um den Vatikan vor seinen kriminellen acties in der Opzicht anzuklagen, ist ihm vor das Weltgerecht getrokken. Ja, ihr habt das Recht von Humanität da in Europa, da in Den Haag, sicher da, den Europäischen Gerichtshof vor Menschenrechten, auf so etwas, so habt ihr ja auch weltweit bei den Vereinigten Nations. Mhm. Da ist er dazugegangen. Er heeft die Klacht neergelegd. Mhm. Er will je weten, was die rechters tegen hem gezegd hebben? Ik weet het, ja. Ja, dan zegt jij het maar een keer, want dan moet ik niet alles zeggen. Ze hadden geen jurisdictie, ze hadden geen zeggenschap. Dus ja, de Romeins-Katholieke Kerk, Rooms-Katholieke Kerk, je moet zeggen Romeins eigenlijk. De Romeins-Katholieke Kerk, dat is een staat op zich en die doet helemaal, die is totaal soeverein. Die heeft een ander niks over te vertellen. Zo was het toch, Jörg? Precies, zo was het. Ze hebben geen jurisdictie. Met andere woorden, proficiat meneer Net met uw onderzoek. Wonderbaarlijk wat u allemaal aan het licht brengt. Oh, we vinden dat allemaal zo erg. Ja. Maar we kunnen niks doen. Ja. Want we hebben geen rechtelijk belang over het Vaticaan. Dat geldt trouwens ook voor die gruweldaden die zijn gepleegd. In die slachtpartij die heeft plaatsgevonden, zo moet ik het zeggen, die massacre op zijn Engels, in Kroatië. Dat is die afslachting, die volkerenmoord. Ja, die slachtpartij, ja. Mm-hmm. Van 1 miljoen inwoners van dat land. Dat was bekeer je door het katholicisme of sterf op de meest gruwelijke manieren. Die nabestaanden, voor zover ze er waren, die zijn naar het internationaal gerechtshof van Den Haag gestapt. En die zei precies hetzelfde. Leuk verhaal, erg aardig, maar we hebben geen biet te vertellen over dat wat de katholieke kerk en haar medewerkers hebben uitgevroten. En daarbij is het bewezen met documenten die in internationale archieven, in regeringsarchieven, in geheimdienstarchieven liggen en ook in openbare bibliotheekarchieven liggen, dat de Franziskaner-monnikenorde in Kroatië de Ustascha opgeleid en geholpen heeft. Ja, ja. En niet alleen maar mannelijke priesters en monniken en dergelijke dingen meer. Nee, zelfs nonnen, vrouwen hebben meegedaan. Ja, ja. En daar zijn boeken over geschreven, onder andere, ik kan die een keer laten zien, dat ene boek dat ik hier heb, dat noemt Met God und den Faschisten. Dat is een boek van een Duitse auteur, die is ondertussen overleden. Die noemt Karl-Heinz Deschner. Ja. En ik ben dat boek tegengekomen omwille van dat ik van Eric777 op YouTube een video gezien had over het concentratiekamp Jasenovac, dat in Kroatië werd opgericht in een tijd en waar dus honderdduizenden mensen ten dood zijn gekomen in de tijd van de onafhankelijke staat van Kroatië tussen 1941 en 1945, die geleid werd van Pavelić en Stepinac. Pavelić was de poglavnik, de leider, politieke leider, en Stepinac was de aartsbisschop. Jeetje. Ja, en in die documentaire van Eric777 over Jasenovac werd gesproken van een zekere Karl-Heinz Genscher, die een boek geschreven heeft. En, wat is dat voor een naam? Karl-Heinz Genscher is de naam van de vroegere Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Hans Friedrich Genscher, in de tijd van de Duitse Vereniging. Die was de langste in ambt dienende Duitse minister van Buitenlandse Zaken. Die was al onder Schmidt eind jaren 70 in die Zaken, ist dann in der Regierung Kohl overgenommen gewesen und pas eind jaren 90 in feite afgetreden. Ja. Dus die was heel lang in dienst en ik dacht, well, die zijn een naam. En dan ben ik dus met een beetje verder te kijken op Karl-Heinz Deschner gestoten. En dat boek hier, Met God und den Faschisten, heb ik mij dan gekocht. Heb ik mij besteld, heb ik gelezen. Het laatste, het 5e kapitel gaat uitsluitend over de Vaticaanse invloed of de Vaticaanse Werkweise tijdens die NDH noemt dat. NDH is dus de afkorting voor de soevereine staat Kroatië, die opgericht werd. Ze hebben Joegoslavië, begin van de Tweede Wereldoorlog, opgedeeld, laat ons maar zeggen, in verschillende staten. Onder andere dan Kroatië als katholieke staat daaruit gehaald. En die katholieken van Kroatië hebben dan de Serbo-Kroaten, die Serben, die orthodox waren. ja, vervolgd en vermoord omwille van dat. Dat is in feite de grens tussen het Romeins-katholicisme en de orthodoxe kerk. Ja. En we weten ja dat de orthodoxe kerk, die is ja ook katholisch, maar ze is orthodox-katholisch en je hebt de orthodox-katholisch en Romeins-katholisch. En de orthodoxe kerk onderwerpt zich niet aan het ultramontane leiderschap van de paus. Ja, klopt. En daarom zijn ze dus uiteraard vijanden van de Romeins-katholieke kerk en moeten vernietigd worden. Dat is ook de reden waarom dat überhaupt communisme in Rusland is geïntroduceerd geweest en al die dingen. Maar dat is, als we daarover gaan beginnen, dan openen we een box van Pandora. Ja, ja, ja. Dat is een heel lang onderwerp om over te spreken. Even, dus... Leuk vind om even te bestempelen voor de kijkeraars. Dat op dat boek Mit Gott und den Faschisten, daar staat een pamflet boven en dat is, je haalt hem net weg, maar dat is het Rijksconcordaat. Ja. Een concordaat is een contract wat getekend wordt tussen het Vaticaan en een regio, een land. En er is ook een concordaat tussen Nederland en Vaticaanstad. En ik zou als Nederlands burger wel eens willen weten waarin dat concordaat staat. Want hoezo hebben wij als Nederland een contract met het Vaticaan? Ja. Ja, ik heb over dat Duitse concordaat heb ik een video gemaakt in Duits onlangs nog maar, dat is nog niet zo lang geleden, op mijn kanaal, ook op basis van dit boek. Ik heb dat boek compleet gelezen, maar ik ben begonnen met het 5e kapitel te lezen, waar het dus over de genocide, dus de volkerenmoord van de Kroaten ging, van de Kroaten aan de Serben in de Tweede Wereldoorlog. Heb ik dus eerst de achterflap van dat boek gelezen en de inleiding en dan de eerste het 5e kapitel. Ja. En dan gezien of dat ik dat hele boek ging lezen. Ik heb het al lang gelezen, ik heb die video's al lang klaarstaan. Ze zijn nog niet openbaar gemaakt, ze zijn nog niet gepubliceerd, maar daar gaat wel nog komen. Maar ik heb alleen maar op mijn kleine Joggler 66 kanaal momenteel plaats om dat te doen. En daar worden die video's met moeite 200 keer bekeken. En dat is veel te belangrijk om alleen maar zo weinig aangeschouwd te worden. Maar aan de andere kant weet dat 200 keer als niks. Dus dat komt nog, dat is allemaal al gedaan. Ik heb me nu nog een tweede boek bezorgd van Demmink. Kan ik zien of dat ik die zijn naam hier ook heb. Wacht eens, als we een keer Jasenovac, als ik dat eens een keer Jasenovac, als ik dat intik, dan zou dat boek wel aankomen. Hier, dit is het boek wat ik nu nog gekocht heb, onlangs. Jasenovac, het Joegoslavische Auschwitz en de Vaticaan. Dat is hier het beeld eigenlijk dat de Ustasja moet voorstellen. Dat is van de Ariman Verlag, een boek in de serie ongewenste boeken over het fascisme, nummer 1. Ze hebben ondertussen 15 of 16 boeken in die serie uitgebracht. Dat andere boek hier van Karl-Heinz Deschner is ook een boek in die serie. Dat is hier nummer 14, zoals je kunt zien. Ja, nummer 14. En dat hier van Demmink, dat was Dediger was het eerste. Die Vladimir Dediger, die heeft gewerkt onder Tito. Ja. Was een heel belangrijke persoon in die tijd en die heeft heel nauwkeurig gedocumenteerd de volkerenmoord nog een keer opgebracht. Dat is 400 bladzijden. Ik ben momenteel op bladzijde rond 70, 80 om het te lezen. Ik lees dat boek van voor tot achter. Ik ben nog maar bij de inleiding, bij de oprichting van de NDH, dus van de onafhankelijke staat, die ze daar gedaan hebben. Hier is overigens een beeld van Jasenovac, van de poort van dat concentratiekamp. Ja? Ook is een keer interessant om te zien. En hier heb je een beeld van het concentratiekamp zelf. Dat is nogal een redelijk groot eigenlijk. Ja. En hier heb ik het beeld dat ik uit de video genomen heb van Eric777. Die film is in Slavische taal, maar Engels ondertiteld. En ik heb die gepubliceerd op mijn hoofdkanaal. En hier staat dus ondergeschreven Poglavnik Pavelić, dus dat is leider, gelijk in Duits Führer voor Adolf Hitler, gelijk Duce in Italië voor Mussolini, gelijk, en nu kom ik niet op de naam van wat in Spanje was, voor Franco, daar hebben we ook zo'n naam voor. Ja, alleen Poglavnik, denk ik. nee, dat was het anders. Poglavnik Pavelić verklaart voor zijn armee een Ustasja-soldaat die niet een kind uit de buik van zijn moeder met een mes kan snijden, is het niet waard om een Ustasja-soldaat te zijn. Ja. Ik heb die film ook bekeken en na, ik weet niet hoe lang, 15 minuten of zo, 20 minuten, toen kon ik er niet meer tegen. Maar ik heb die film ook nog niet helemaal gekeken. Ja. Ik heb de eerste 18 minuten gekeken en ik kon niet verder. Nee, het was mij te zwaar. Het is niet alleen omwille van de beelden. Die beelden vallen nogal mee, want die zijn kwalitatief zo slecht, dat is niet zo erg. Mm-hmm. Maar je leest die tekst. Mm-hmm. Je leest wat die mensen zeggen. Ja. En daar word ik gewoon, lichamelijk misselijk van. Ja, ik ook. Echt waar. Dus dat is niks voor zwakke zenuwen, zoals we in Duits zeggen. Ja, dan moet je sterke zenuwen hebben als je die film wil kan zien. Maar uiteindelijk is uw wegdraaien daarvan en het ignoreren ja ook geen oplossing. Daar moet over gesproken worden. Ja, precies. Kijk, en het was voor mij zo dat ik wilde weten... ja, ik wist al wat er gebeurd was. Ik weet ook van die aantallen. Je praat over 700.000 à 1 miljoen inwoners van Kroatië... die op een verschrikkelijke manier zijn gemarteld en afgeslacht. Levend begraven en noem het maar op. Ja, dan komen die details en ja, dan weet je... Ja, toen dacht ik van, nou, al die details hoef ik eigenlijk nu even niet te weten... Want ja, ik kan er verder niet zoveel mee. En het erover hebben, dat doe ik toch wel. Dus, toen vond ik het gerechtigd om te zeggen, ik heb genoeg gekeken. Ja, het is belangrijk daarover te spreken, maar dus het punt is... Over deze volkerenmoord, die is dus nooit niet officieel verwerkt geweest. Mm-hmm. En dan spreken we nog niet eens van de volkerenmoord van de Turken op de Armeniërs in de Eerste Wereldoorlog, 1915. Ook zo'n fijn verhaal, ja. Daar werden 1 miljoen Armeniërs afgeslacht. Ja. Ja? En dat zijn allemaal dingen, daar spreekt niemand niet van. Weet je, ze spreken altijd van de Holocaust die de Duitsers tegen de Joden gedaan hebben in de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Maar ze spreken nooit niet van al die andere volkenmoorden. Nee. Ze spreken niet daarvan hoe dat Mussolini in Abyssinië in Noord-Afrika is binnengevallen. En tienduizenden mensen met gifgas vermoord heeft in 1937. Ja. Nou, daar spreekt niemand niet van. Ik heb hierop, een tijd lang heb ik interviews gehouden hier op de bank bij mij thuis. Was ook wel leuk. En daar had ik een jongen, Adnan, en die is van Koerdische afkomst. Ja, die zijn ook heel zwaar vervolgd. Man, er was toen ooit een oorlog tussen Turkije en Griekenland. En is er een vredesverdrag getekend in Lausanne in Zwitserland. En daarbij is en passant, want er was dus oorlog tussen Griekenland en Turkije. En toen is er en passant, hebben ze Koerdistan in 5 stukken gedeeld. Een deel aan Wit-Rusland gegeven, Belarus, een deel aan Irak, een deel aan Iran, een deel aan Syrië en een deel aan Turkije. En we hebben een regio met een eigen cultuur en een eigen taal even in stukken gehakt. En Adnan die kon het vertellen dat hij als kindje kreeg hij dan... dat hij naar school mocht. Hij zei, ik was hartstikke blij dat ik naar school mocht. En ik wilde heel graag. Was wel 5 kilometer lopen, maar ja, dat wilde ik graag. Hè? Hij zei, maar op school mocht je alleen maar Turks spreken. En hij vroeg dus aan zo'n jongetje die naast hem zat, van, wat voor taal is dit? Hij zei, ik werd gelijk geslagen. Oh. Want hij sprak Koerdisch. En dat mocht niet. Waarbij we dan nog even terugkomen op die Baybaşin, die genoemd werd in die zaak Joris Demmink. Veel mensen die dat nog niet van weten, het zit als volgt in elkaar. Joris Demmink, de secretaris-generaal van Justitie, die ging regelmatig op zakenreis naar Istanbul, naar Turkije, om daar te praten over antiterreurmaatregelen op Europees niveau. Nou, iets waar ik mijn minister of hoogste ambtenaar van Justitie niet de geëigende persoon voor vind. Want waarom moet iemand van het Nederlands ministerie van Justitie praten met een land, Turkije in dit geval, terwijl Turkije helemaal niet in de EU zit, om het over antiterreur te hebben of zo. Ik zie het meer als een leuke zakenreis voor iemand die er wel zin in heeft. Is Joris Demmink betrapt in Bodrum of Marmaris, die aan de westkust van Turkije heb je dat toeristische gebied. Daar waren door de buren pistoolschoten gehoord. En toen is de politie gebeld, is de politie gekomen bij zo'n hele dure villa. En gezegd, wat is hier aan de hand? Want er is pistoolschoten zijn er gehoord. En daar was meneer Joris Demmink. En niet alleen Joris Demmink was daar. Nee, er waren ook schandknapen. En toen heeft de Turkse politie, de politiek van Turkije, die heeft tegen Nederland gezegd, ja, wij hebben een dossiertje van jullie hoogste ambtenaar van Justitie. En als jullie niet willen dat dat naar buiten wordt gebracht door ons, dan lijkt ons een wederdienst van jullie kant niet meer dan billig. En die wederdienst is, sluit Hüseyin Baybaşin op. Want die man was de Turken onwelgevallig. Van, wij zullen niks zeggen over jullie hoogste ambtenaar van justitie, maar dan zorg je ervoor dat Baybaşin voor eeuwig achter de tralies verdwijnt. En dan moet je nagaan dat die man, die zit er nou al meer dan 20 jaar en dat soort gevangenisstraffen, die komen in Nederland helemaal niet voor. Levenslang in Nederland houdt in de regel in dat je 12 jaar moet zitten. En deze man zit er op totaal belachelijk. Er is hem niks. Er is een telefoongesprek geweest waarin er gezegd wordt dat hij dan opdracht heeft gegeven tot een moordpartij. Maar dat slaat helemaal nergens op. De audio klopt niet, er is in geknipt. Nou, dat is even over Joris Demmink. En die Koert. Voor degene die niet wisten, wat heeft een Koert nou te maken met de hoogste ambtenaar van justitie? Nou, dat is omdat die hoogste ambtenaar van justitie bij een feestje was, tussen aanhalingstekens, waar ze met pistolen gingen schieten en waar schandknapen waren. Terwijl die op zakenreis was. Hier, die Baybaşin, die bedoelde, ja? Ja, Baybaşin, ja. Daarom heb ik die foto nog eens een keer opgezocht. Ja, dus ik ben hier op die site beland uit de Demmink-doofpot. En hier staat, Demmink geeft het zelf toe. Willen we daar eens een keer eventjes naar luisteren? Ja, kom erop. In de gesprekken met Panorama en Gaykrant, achter gesloten deuren afgelopen week, heeft hij toegegeven dat hij seks heeft gehad met jonge homo's. En dat hij niet altijd vroeg hoe oud ze waren. Hoppakee, ja. Ja, hoeveel bewijs wil je hebben, hè? Want ja, seks met jonge homo's, dat klinkt nog een beetje politiek correct, maar hij heeft een misdrijf gepleegd. Je mag helemaal geen seks hebben met mensen onder de 16. Punt. Ja, als je zelf onder de 16 bent. Maar niet als je boven de 16 bent. Ja, en wat is dan de waarde van het handhaven van de Nederlandse wet? Wat is de waarde van de Nederlandse wet als die niet gehandhaafd wordt? Oh, ik heb er daar in die tijd hebben we er erg druk over gemaakt. En dat boek, de Demmink Doofpot, dat heb ik in bezit gehad. Dus, ik vind dat boek niet heel geweldig. Het is meer knip- en plakwerk. En Micha Kat heeft zich daarmee bemoeid, een Nederlandse journalist. Ja, niet de allerbeste journalistieke prestatie van Micha, maar... En er zaten ook twee mensen achter de familie Poot. Meneer Poot en zijn zoon. Maar het feit blijft dat Joris Demmink ermee weggekomen is. En dat hoort niet. Ja. Het is gebeurd, hè? En dan terug naar die andere zaken hier in Nederland. Nou, Joris Demmink was natuurlijk ook een kindermisbruiker. Punt. En die andere dingen waar Ella Ster dan van verteld heeft... Dat heeft zich ook allemaal afgespeeld. Er is dus kennelijk, want ik weet het nog, dat in die tijd, de oude Pekela, was ook zo'n dorp waar kinderen dan misbruikt waren door mannen in een clownspak. En er werden dus grapjes over gemaakt en noem het maar. En dat was allemaal massahysterie. En er was zelfs een of andere psycholoog, die kon in de krant zeggen, ja, massahysterie, dat ontstaat wel eens hoor. Dat is dan een massa en die wordt hysterisch en dat noemen wij massahysterie. En dat is een heel bekend psychologisch fenomeen. Dat is trouwens helemaal niet waar. Maar dat verzint iemand dan en die is dan professor dokter in de psychologiekunde. Maar Ella Ster weet dus te vertellen dat er dus een hoofd van een basisschool geweest is. Die is veroordeeld. Veroordeeld voor het seksueel misbruiken van kleine kinderen. En wat kreeg hij voor straf? 240 uur taakstraf. Dat is 6 weken lang vuilnisbakken legen in een bejaardentehuis. Wat is dat voor straf? Baybaşin, die zit al 22 jaar in de bak. Op basis van telefoontaps, die zei er is in geknipt. Ja, dat is een meter met 2 maten zou ik zeggen. Dat is best erg. En dat is de schande van Nederland. Het is ook erg dat onze regering in alle toonaarden zwijgt over die aanslagen van 11 september en onze deelname aan de oorlog in Irak en Afghanistan. We zitten trouwens nog steeds in Afghanistan. Wat doen we daar? Ja, niemand heeft het er meer over. Maar we zijn naar Afghanistan gegaan, compleet op valse toestanden. Inmiddels zijn we daar al lang achter. En er zitten onze jongens daar nog steeds. Ja, waarom? Ja. Nou, er zitten dan geen Belgen in Afghanistan. Duitsers ook niet, hè? Maar wel Nederlanders. Duitsers wel. Duitsers ook, joh? Ja, al lang. Oké. Okay. Dat is om de opium te bewaken. Ja, precies, ja. Ja. Er heeft ook iemand van het Amerikaanse leger gezegd van ja, kijk, als wij er niet voor zorgen dat die opium getransporteerd wordt, dan doen die Afghanistanezen het zelf wel en dat kun je toch niet hebben. Dus ja, het is beter dat de Amerikanen daar geld aan verdienen dan die Mujahideen, of hoe noemen ze maar. Ja, de Mujahideen zijn ja die zogenoemde vrijheidsvechters van Afghanistan. Maar het probleem is dat in de tijd voor Amerika Afghanistan binnenviel, de Afghaanse president de aanbouw van de opium teruggeschroefd heeft. En dus maar nog een heel kleine deel daarvan geëxporteerd wordt. Het probleem is dat de CIA de opiumhandel in de wereld nodig heeft om al zijn acties te gaan financieren. Ja. De geheimdiensten zoals de CIA, die financieren zich volledig uit drughandel wereldwijd. Ja. En dus van een ogenblik als Amerika Afghanistan binnengevallen was, is de aanbouw van de opium terug naar oude kracht gedaan. Nu produceren ze terug tienduizenden tonnen per jaar. Ja, en daarvoor was dat veel minder. 90% van de wereldwijde opiumproductie komt uit Afghanistan. Ja, ik heb nu die getallen niet meer in mijn hoofd, Perry, maar ik weet dat omdat ik dan hier en daar eens een keer gelezen heb. Ik heb daar onderzoek naar gedaan in een tijd, maar ik onthoud dan niet al de kleine details. Dat moet je me eventjes vergeven. Als je dat kunt aanvullen, is dat fijn. Maar ik weet in grote lijnen waar het over gaat. En ze hebben bijvoorbeeld ook eens een keer een film gemaakt. Daar ging het nog over Vietnam, waar ja hetzelfde geval was. En daarom ja ook die film Air America met Mel Gibson, dacht ik in de tijd die daar meespeelde. Mel Gibson is overigens een Malteser redder. Ja. En die heeft daar ja meegespeeld in die film. En daar ging het over de drugshandel uit Vietnam in de tijd. En als je over Vietnam de juiste reden wilt weten waarom dat de Vietnamoorlog uitgebroken is in 1955 en dus 20 jaar geduurd heeft, dan moet je eens een keer dat boek lezen van Avro Manhattan, Vietnam, Why Did We Go? Ja, heb ik gelezen. En dan, ik heb het niet gelezen, ik weet alleen wat erin staat min of meer, maar dan ga je dus leren dat die oorlog bedoeld was om ervoor te zorgen dat het boeddhisme uitgeroeid wordt. En dat er een katholieke staat moet opgericht worden om tegen het zogenoemde bolsjewisme, tegen het communisme aan te gaan. En dus datzelfde gevecht dat ze bij wijze van spreken in West- en Oost-Europa hadden, hebben ze toen naar Azië verlegd, naar Afghanistan, naar Vietnam. En die mensen daar, die politicus die daar de touw in handen hadden, die zijn allemaal gecontroleerd geweest uiteraard door de Jezuïeten en door de Romeins-Katholieke Kerk. En ze hebben daar gewoon hun theater gespeeld. En ze hebben ervoor gezorgd dat het boeddhisme teruggedreven werd. Daarom hebben zich vele boeddhistische monniken in de tijd zelf verbrand op straat. Die hebben zich overgoten met benzine en hebben zich levendig verbrand. Ja. Om te protesteren daartegen. Dat heeft niet al te veel opgeleverd. En uiteindelijk is het Satan, maakt het niet uit. Hè? Want boeddhisme is een heidense religie gelijk dat Romeins-katholicisme een heidense religie is. Als die twee elkaar kapot maken, is de lachende derde altijd Satan. Ja. Maar het gaat ja ook over de mensen die wij daarbij moeten gaan bekijken. We moeten er rekening mee houden dat het tussen aanhalingstekens onschuldige mensen zijn. Deze monniken die in feite niks misdaan hebben. En die vervolgd werden gewoon op basis van hun geloof. En dat noemt men eigenlijk de inquisitie, die zogezegd uitgestorven is. Maar die inquisitie is niet uitgestorven. De inquisitie neemt andere vormen aan, gelijk dat hier in die krant dat beeld dat we zien, alle oorlogen zijn gebaseerd op misleiding. Alle oorlogen zijn kruistochten. Ja? Alle oorlogen hebben een religieuze achtergrond. En het gaat alleen over dat ene wat waar... hoe noemt men dat weer? Die van Secret History of the... Edmund Paris een boek over geschreven heeft over Joegoslavië, over die tijd waar we over al gesproken hebben. Ja. Die heeft een boek geschreven dat noemt Convert or Die. Converteer of sterf. Ja, bekeer of sterf, ja. Bekeer of sterf, ja. Dat was de mogelijkheid, dat was de optie die die mensen daar in de tijd hadden. En dat is de politiek van de Romeins-Katholieke Kerk van begin af aan. Ja. En dat is precies wat George W. Bush tot uitdrukking bracht na de aanslagen van 11 september. Als hem zei, ofwel ben je met de terroristen, ofwel zijt je met ons. Ja. Met andere woorden, je zijt op onze kant of sterf. Ja, ja? Zonder meer, zonder meer. Hij heeft zelfs gezegd dat die actie naar het Midden-Oosten toe, dat het ging om een kruistocht. Ja, en ook het dat van, is... This crusade, la 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 la. Ja, ja, dat heb ik trouwens op mijn computer. Dat zou ik eventjes, dat geluid dingen zal ik eventjes kunnen gaan spelen. Leuk, als ik leuk, vind. Ja. Ja, dat is altijd leuk om te horen. Als ik het even vind. Ik heb dat gebruikt in de intro van... maar hier is alleen maar dat beeld zeker. Hier is dat beeld. Ik kan een keer zoeken waar ik dat... Deze kruistocht gaat even duren, zegt hij dan. Ja. 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 Dus hier zie je die tekst die hij zegt. Ja. This crusade is gonna take a while. 5 dagen na de aanslagen. Hè? Ja, ik denk het 16 september of zoiets. Ja. 16 september, ja, staat eronder. Maar dat zijn alleen maar die beelden hier. Nu weet ik niet waar dat hier is. Het is allemaal JPEG-afbeelding. Ach, jammer. Ja, ik weet dat ik het op mijn computer ergens heb, maar ja, waar? Hè? Zoeken we hier eens een keer, dan is het op de C-schijf waarschijnlijk. Neem je tijd. Ik heb het in een intro afgespeeld, als je de video's gaat bekijken, ja, van Hinter den Diktatoren in Duits. Als jij nog even rustig gaat zoeken, dan zal ik even reclame maken voor jou. Kijk, terwijl Jurk rustig gaat zoeken op zijn Mac. Oh, nee, sorry, dat zeg ik altijd, Mac tegen computer. Hij heeft een Windows-machine. Maar Jörg is al jaren bezig met het onderzoeken van dit soort misdrijven en het verzamelen van gegevens. En zijn kanalen zitten boordevol met informatie. Je mag er trots op zijn dat je gratis mag luisteren naar Jörg. Jörg is je kan wel zeggen, het is een grote jongen hoor. Die is ook in Amerika beroemd bekend en zo. En in Duitsland. Drietalig is Jörg bezig, hè? Het is niet zomaar iemand. Het is iemand die heel veel tijd en aandacht, dus liefde. En dat vind ik dan, de optelsom van tijd of de vermenigvuldiging van tijd met aandacht. Dat duidt op liefde, dat duidt op toewijding. Passie. Dat levert een passie, mag je ook zeggen. En daar plukken wij dus de vruchten van. Nou, dat mag je toch een keer over nadenken, dan mag je bij stilstaan. Heb je het inmiddels gevonden? Nee, ach, die is aan het zoeken, ja. Ja, ik weet het ook niet waarom ik dat nu niet vind. Ik vind het vreemd. Ik had het vroeger hierop. Maar ja, ik heb dan ook verleden jaar mijn computer veranderd. En, maar het is, volgens mij is het al op deze nieuwe. Het was niet alleen op de oude, het is ook op deze nieuwe. Maar... Ach, we vinden hem wel. Hij is op YouTube wat te vinden. Ik kan hem alleen van mijn kant niet afspelen, dus daarom dat jij hem kan horen. Ja, ik kan hem, als ik hier nog een video heb van Hinter den Diktatoren, ik heb hier niks meer op van Hinter den Diktatoren, denk ik, dat is allemaal weg. Nou, hier is het nog, video, outro, nachtrag, intro met Bush hier. Oh, wacht even. Dus laten we dat eens even gaan bekijken. Even kijken wat het wordt. This crusade is gonna take a while. Hoppakee. Dat was het, hè? Dat was het. Zie je wel, toch gevonden. ja, in die intro hier, maar ik heb die eigenlijke audio die ik eigenlijk wilde hebben, die heb ik nu niet gevonden. Ja, dat is een beetje spijtig, maar kom. This crusade. Dan gaat hij nog stotteren ook, hè? Ja, ja, dat was, volgens mij was dat ja, op 16... september 2001 in een interview bij een helikopter waar hij ergens naartoe ging of zo. Ik zeg eigenlijk, ik weet niet waar dat hier staat. Het zou eigenlijk normaal gezien zou het op mijn computer hier moeten staan. Maar... Maakt niet uit. We hebben het nou gehoord. En nog even voor de kijkeraars. George Bush die ging dan door voor degene die zich altijd verspreekt en dat soort dingen. Hè? En... Er is ook een opname, ik kan het niet meer terugvinden hoor, maar dan staat George Bush achter een microfoon. Hij maakt een ongelofelijke verspreking en die camera die kijkt over het podium en dan zie je in de coulissen 2 jonge mannen, ongetwijfeld van de afdeling marketing. Bush maakt die verspreking, de zaal moet lachen en die mannen die maken een vuist en trekken hem zo omlaag. Van yeah, die zit erin. Dat was afgesproken werk. George Bush is helemaal gestuurd als jij moet domme dingen gaan zeggen. En dan gaat iedereen lachen en dat is een afleidingsmanoeuvre geweest. Dus zo'n Amerikaanse president die wordt helemaal van alle kanten bepoeteld of bepoteld, helemaal gestuurd. Er is niets origineels aan zo'n optreden van zo'n president. En dat geldt ook voor Donald Trump naar mijn mening. Daar weet ik daar niet zo direct voor een voorbeeld van, maar... Dat geldt voor alle... Amerikaanse presidenten, niet alleen voor Amerikaanse presidenten, dat geldt voor elke politieke leider. Die zijn allemaal gestuurd. Maar ze hebben ons George Bush willen verkopen als een domkop. Ja, ja precies. Ja. En George Bush is geen domkop. Totaal niet. Die heeft in Yale gestudeerd. Die was lid of is nog altijd lid van de geheime orde Skull and Bones. Ja. En als je aan de initiatie meedoet van Skull and Bones, dan word je een Knight of the Holy Eucharist. Ja. Oh. Want, de heilige Eucharistie. De heilige Eucharistie. Want ze moeten uitroepen, eulogia, eulogia, eulogia. Als ze daar in die zaak gaan stappen. Mm-hmm. En eulogia is het oude woord dat vroeger in Egypte gebruikt wordt voor de voorloper van wat vandaag de Eucharistie is. Aha. En dat zijn dus allemaal ridders van de heilige Eucharistie. Ja, op de Holy Eucharist. Dat legt Tom Friess heel schoon uit, beter als ik, in de lezing van het boek Cold War Babylon. En ik denk dat is in kapitel 33, 34, waar hem daarover spreekt. Als je een keer over Skull and Bones de echte redenen wilt weten, hoe dat die opgericht zijn en hoe dat samenhangt met de Thule Society en de Thule Gesellschaft en zo. Dat is vreselijk interessant. Dan moet je een keer luisteren naar Tom Friess in 2010. In de archieven van First Amendment Radio kun je die dingen gaan bekijken en, of beluisteren. Waar hij Cold War Babylon gelezen heeft. Dat boek heb ik ook gelezen op mijn kanaal. Ben ik nog altijd. We hebben, ik weet niet hoeveel zendingen we gedaan hebben. Ergens tussen 80 en 100. Maar momenteel zijn alleen nog maar 34 of 35 geproduceerd. Dat boek is al lang afgelezen. Maar Brett houdt zich bezig met de productie van de video's. En dat duurt lang om daar goede video's van te maken. En ik heb op mijn kanaal nu 28 of 29 opgeladen of zo. De volgende deel komt morgen eruit als je daar wil zien. Dus op de 13e juni is namiddags komt daar de volgende deel uit. Ja, deel 29 of zo, ik weet het al niet. Even voor de mensen, Brett Norman is een bouwvakker, een klusjesman. En hij is een christen. En samen met Jörg heeft hij al heel veel toffe films gemaakt. En Brett doet dus de video dingen erbij plakken en dingen. Want dat vindt hij leuk, hè? Ja, we hebben die opnames gedaan via audio, want dat boek is niet in pdf of zo te verkrijgen, niet elektronisch. We hebben dat boek alleen maar fysiek te handen gehad. En we hebben via Skype dat ingelezen. En hier, The Professor, I Crack Troops, The Training of a Jesuit Cold War Babylon nummer 28. Dat komt morgen uit, 13 juni, 16:30 verschijnt dat. Dat is al opgeladen. Oh, geweldig. En hier zie je de video van ons, de eerste van Perry over Jörg en Kevin Annett. Ja, ja. 218 keren bekeken sinds deze morgen opgeladen op YouTube. Hè. Geweldig. Ja. Zover eventjes een keer daarvoor om een beetje reclame in eigen zaak te gaan maken. Ja. Maar het is gewoon, Cold War Babylon is dus een schitterend boek van P.D. Stewart. Hij heeft daar 2 delen van geschreven, dus in feite is dat meer dan 1000 bladzijden. We hebben het eerste deel gelezen. Dat noemt Cold War Babylon 666 Danger in the Vatican or the Plans of the Jesuits to... Nu kom ik toch echt niet op de titel. Dan moet ik eens eventjes gaan nakijken. Ach, ja. Ik ken die titel normaal gezien ganz goed van buiten, maar nu op dit moment, juist als ik hem wil zeggen, niet. Code Word Babylon 666 Danger in the Vatican. The Sons of Loyola and Their Plans for World Domination van P.D. Stewart. Ja. Dat verscheen in 2006, dat is de eerste deel. Dan kwam er nog een tweede deel uit, dat noemt Code Word Babylon Book 2 Antichrist is a Woman. Alive and well, again. Ja. Ja, dus de antichrist is een vrouw. Natuurlijk betrekking nemen tot de Romeins-Katholieke Kerk. Ja. Ja? De Bijbelse openbaring natuurlijk. Ja. In het profetische taalgebruik staat een vrouw gelijk aan de kerk. Precies. De Bijbelse, profetische en historische antichrist is de Romeins-Katholieke Kerk en het bureau van de paus. Dat... Ja. Die Voorstaat. Zo, da musste ich doch eventjes noch die Kanal. Das ist der volledige Titel von das Buch. Und da sind dann dus, ja, morgen laat ich dus den 28. Deel omhoog. En da kommen sicher noch 60 dazu. Ich weiß nicht, wie viel. Wir haben nicht mehr geteilt. Bei 70, 80 sind wir gestoppt mit Tellen. Sind rund 100 wahrscheinlich, die in total abgeladen worden. Untertussen lese ich alle andere Buch in Engels und wer andere Dinge hier, The Divine Program of the World's History. Hier ist Deel 3 von abgeladen. Da sitzen wir ondertussen ook aan lezing 42. Hoppakee. En dit weekend komen er weer 2 bij. Dus je ziet, ik ben heel veel bezig met al die dingen. Geweldig. En ja, als we nu toch hier zijn, dan wil ik eventjes tot afsluiting, want met de video zijn we in feite door, want nu komt geen informatie niet meer. Nee, het is alleen maar afsluiting. Over dat video van Ella Ster, over Kevin Annett, wil ik toch nog eens eventjes 2 dingen gaan kwijt voordat wij deze zaak hier gaan afsluiten. Tenminste zover voor vandaag. Ja, ja. Ik weet niet of dat we anders nog een verdere video gaan doen, zonder video dan, maar dat wij, Terry en ik, nog een keer bijeenkomen om over die dingen te spreken. Ja. Daar zijn dingen bij, daar moet ik eens eventjes een keer gaan zien. Ik denk dat ik in ons gesprek die film geplaatst heb een tijdje geleden. Maar we eventjes een keer omhoog gaan, dat ik hier dat originele video vind. Want ik heb op die video van Ella Ster een commentaar gedaan. En ik denk dat ik je dat hier gestuurd had. Hè? Hier is het, voilà. Ja. Dan gaan we dat eventjes open doen. En dan kunnen we direct eens een keer gaan zien welke commentaar ik daarop geschreven heb. Want daar wil ik graag eventjes een keer kwijt. Daar wil ik graag een keer over spreken. Ja. Zo, pauze. Anders maakt dat heel die tijd geluid. Ja, de computer werkt redelijk traag voor het moment. Dus ik heb geschreven, zeer interessante interview. Ik ben voor zeer bepaalde redenen geen fan van Kevin. Maar het onderzoek naar Dutroux en gelijke dat hier vernoemd wordt, is zeker de moeite waard om te zien. Daarom ook dat Perry en ik gezegd hebben, we doen deze video hier samen. Ja, ja. Ook de band naar de Nederlandse royalty is zelden elders te vinden. Bedankt voor het uploaden. Dan kreeg ik natuurlijk die vraag erop, geen fan van Kevin Annett, maar die man is een held. Hij verdient een standbeeld voor alles wat hij al gedaan heeft. Hij offert zijn leven op om de wereld wakker te maken. Ik heb zeer veel respect voor hem, waar ik alleen maar op antwoord. Ik vertrouw niemand die genomineerd wordt voor een Nobelprijs voor de vrede te winnen. Ja. Bij deze weet je waarom hij evenveel respect verdient als een Alex Jones. Dat klinkt misschien cru. Ik doe niks af aan het werk dat hem gedaan heeft. Ik kan u alleen maar zeggen, zo iemand als Kevin Annett is, of dat je het nu gelooft of niet, hè? Mm-hmm. Gecontroleerde oppositie. Ja, dat... Die gaat precies zo ver als dat hem mag gaan. Ja. En geen stap verder. Daarom ook dat ze zijn rechtszaak gestopt hebben door te zeggen van, kijk, we hebben geen jurisdictie over de Vaticaan. We kunnen niks niet doen. Mm-hmm. Laat hem met zijn dingen maar aan het licht komen. Dat speelt allemaal geen rol. Kevin Annett... Ja. Kevin Annett gaat nooit, en neem het van mij aan, nooit die verbindingen naar het pedofiel netwerk in de Romeins-Katholieke Kerk leggen en de basis van dat systematische misbruik van de Romeins-Katholieke Kerk of Rooms-Katholieke Kerk, hoe je het ook wil zeggen, uitleggen, gelijk ik het gedaan heb in mijn Duitse videoserie Systematisch Katholisch Kindesmisbruik. Ja. Omwille van dat is allemaal gebaseerd op de Bijbel. Daarom ben ik geen grote fan van die website van Ella Ster. Ik heb ze hier straks hier laten zien. Ja, dat is hier die website van Ella Ster. Dat is nu die andere kant. Dit is de hoofdpagina van haar. Ik ben helemaal geen fan van haar website, want dat is allemaal New Age. Dat is helemaal niet christelijk. Haar onderzoek heeft niks met christenen te doen, heeft niks met de Bijbel te doen. Ze brengen dus wel veel dingen aan het licht. Hoe zeg je dat? Verbrechen. Misdaden brengen ze aan het licht. Maar ze gaan u nooit de echte verbinding vertellen. Dat is gelijk mensen die tegen de LBGTI-agenda zijn, maar u nooit de verbinding geven met de Bijbel. Ja. En de christelijke reden daarachter. Ja. Ja? En iemand die voorgesteld wordt voor een Vredesnobelprijs, is iemand die in dat systeem werkt. Want kijk eens een keer naar de mensen die voor hem de Vredesnobelprijs gekregen hebben. Barack Obama. Allemaal, het speelt geen rol. Je kunt ze niet allemaal opnoemen in meer dan 100 jaar Perry, die ze allemaal gekregen hebben. Ja. Maar dat zijn allemaal mensen die gecontroleerde oppositie zijn. Dat zijn allemaal mensen die in dat systeem meespelen. Ja. Trouwens, oh, mensen gelijk zelfs naar Mahatma Gandhi. Ja. En Martin Luther King. Dat is allemaal gecontroleerde oppositie. Martin Luther King was Jesuit-controlled. Ja? Zo viele mensen zijn dat. En de meeste mensen zien dat niet. Ja, ik weet, je wilt ook naar het einde komen waarschijnlijk. We zijn al een dikke uur gepasseerd. In orde, ik geef je graag nog een keer het laatste woord, Perry, maar ik wilde dat het eventjes kan zeggen. Mijn motivatie voor deze video te tonen met het interview van Kevin Annett en Ella Ster over Paus Bergoglio, over de nazi's, over de Nederlandse koningshuizen en over de Europese pedofilie-netwerk. Mijn motivatie was om nu te tonen van, kijk, hier wordt heel veel gezegd, maar dat belangrijkste laten ze weg. Ze laten de Bijbel weg, ze laten het dogma van Jezus Christus weg, ze laten de redenen weg waarom dat zoiets überhaupt bestaat. En ze gaan u niet de daadwerkelijke mensen van achter tonen die daadwerkelijk de daden, die draden gaan trekken. Want daar wordt hier en daar eens een keer een van hun geofferd, gelijk enkele jaren geleden die Strauss-Kahn geofferd werd, omdat die een of ander ding mispeuteld heeft. En dan komen zo mensen uit gelijk Karen Hoodis van de World Bank en dan zegt in ene keer van, hey, weet je wat, 60% van de inkomentax van de Verenigde Staten van Amerika gaat direct naar de orde van de Jezuïeten. Mm-hmm. Schitterend. En wat doe je daarmee? Aan de andere kant is Karen Hoodis daarmee bezig om ervoor te zorgen dat er een constitutionele conventie moet gaan komen. En met deze constitutionele conventie gaan ze wat doen? Gaan ze de constitutie van de Verenigde Staten afschaffen. Ja? Die vrouw heeft een ganz andere agenda als dat wat openlijk lijkt, omdat ze ook gecontroleerde oppositie is. Al deze mensen die op een grote schaal spelen, zijn gecontroleerde oppositie. Neem het van mij aan. Mm-hmm. En je moet het van mij niet aannemen. Doe je eigen onderzoek en vind het zelf uit. Maar je gaat nooit in je onderzoek ergens belanden als je niet de Bijbel als uw maatstaf voor de waarheid en voor al uw weten neemt. In de Bijbel staat alles daarin. Dat klinkt misschien belachelijk, maar dat is daadwerkelijk zo. En aan de Bijbel meten kun je al die dingen ontmaskeren. Kun je dat echt kan vinden. Waarom heb je seksueel misbruik? Waarom heb je sodomie? Niet alleen in de Romeins-Katholieke Kerk, maar in heel het leven. Omwille van dat de mensen naar God hun rug gekeerd hebben. En God ze dan laat gaan. En zoals het in Romeinen kapitel 1 vers 22 heet, daardoor dat ze zich voor wijzen hielden, zijn ze allemaal narren geworden. Zo amen. En nou gaan we afronden. Daar praten wij nog even door. Ja. Ja, wil je nog een allerlaatste ding zeggen? Of was het een goede afsluiting voor jou? Ik had geprobeerd die vers nu eventjes een keer te vertalen. Ik had mijn Bijbel opengeslagen hier bij Romeinen 1. Dat is het laatste, ja? Om het eerst een keer voor te lezen. Dus in Duits, in de Schlachterbibel heißt het: Da ze zich voor wijze hielten, sind sie zu Narren geworden. Omwille van dat ze dachten dat ze wijs gingen zijn, zijn ze narren geworden. Zo kan ik het best eventjes naar het Nederlands vertalen. Ja. Zotten, ja. Zotten geworden, ja. Goed, Perry, sluit maar af. Oké. Ik vond het een geweldig mooie uitzending. Ik hoop dat jullie er wat van hebben opgestoken. De feiten die aan het licht zijn gekomen, die voorbij zijn gekomen, zijn niet allemaal even leuk. Maar zo is het nu een keer. En het is erg om je daar altijd je ogen voor te sluiten. En het is goed om kennis te nemen van de waarheid. En jullie bedankt voor het volhouden van deze uitzending. En het verdragen van deze informatie. En ik hoop dat je er verder in gaat verdiepen. Nou, jullie bedankt voor het luisteren. En op zijn hamburgers zeg ik samen met Jörg: tjus. Tjus. En dag lieverds.